Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. السلام عليكم. Lieve kinderen, vandaag leren wij de pilaar van La ilaha illallah. De betekenis hiervan is, er is geen ware God die het recht op aanbidding heeft, behalve Allah. Weet, mogen Allah jullie beschermen dat La ilaha illallah pilaren heeft. De pilaren van La ilaha illallah zijn, ten eerste ontkenning. Het ontkent alles wat aanbieden wordt naast Allah. Dus verplicht om daar ongelovig aan te zijn. Ten tweede, bevestiging. Behalve Allah, het bevestigen van de aanbidding. Alleen voor Allah dus. Het geloven in Allah.